Ik had met wat aceton had ik ongeluk mijn scherm van mijn masker helemaal melkwit gemaakt. Dus ik heb nu een stukje. Ja, je kan altijd een ander scherm kopen natuurlijk. Een heel ander ding. Maar ik had een stukje acrylaat gekocht bij, voor 13 euro bij de karwei. En zo kan het ook. Want als je het warm maakt met een föhn of een verf afbrander. Zo'n gestapte boor werkt prima in acrylaat. Daar krijg je hele mooie ronde gaten van. Hij schraapt het als het ware even netjes weg. Ik ga er boutjes in doen en dan heb ik weer een eigen scherm, dus een beetje vervormd. Maar het werkt tegen het opspattende slijpsel. En daar gaat het om. En je kan er in elk geval weer doorheen kijken. Eens kijken hoe lang deze het uithoudt. Ik heb nu in elk geval een halve meter van het spul. Een meter bij een halve meter. Ik moest het toch hebben, want ik moest wat glaasjes vervangen van een tuinlamp. Die was gevallen door de storm. Ja, kom op. En daar waren de ruitjes van gebroken. En dat werkt ook prima met acrylaat. Daar hoef je geen glas voor te gebruiken. En ik heb zo'n verfstripper. Zo. Kijk, dat is het verschil. En ik kan het nog een beetje in vorm buigen als ik dat zou willen. Maar het is niet echt nodig. Want het gaat erom dat je geen staal in je gezicht krijgt. Zoals dit. Dus verder prima. Ik kan weer kijken. Helder, prima. En dat buigen, dat gaat vrij makkelijk. Want na verloop van tijd, dus een paar minuten, dan is het zo heet dat hij elke vorm aanneemt die je wil. Alleen geen open vuur gebruiken, want dan krijg je allemaal luchtbelletjes en blaasjes. Als het te heet wordt, dan zie je ineens dat het allemaal grijs wordt van de luchtbellen en de blazen. En zo gaat het weer prima. Helemaal geluk. Nieuw scherm. Dat blijft nog staan ook. Kijk, dat hadden ze nou zelf in de fabriek moeten verzinnen. Top!